In deze korte video-instructie laten we u zien hoe u real-time kunt zoeken in Google. Dus de resultaten die u ziet zijn letterlijk de resultaten van dat moment. Laten we eens een proef op de som nemen. In dit geval gaan we zoeken naar een trefwoord waar wij hoog voor scoren in de zoekmachines. Dat is trefwoordanalyse. Als ik hier een opdracht opgeef, dan staan wij, zoals u ziet, bovenaan. Maar dit zijn de resultaten van alle tijden bij elkaar. Stel voor dat ik op dit moment wil kijken waar men het vandaag over heeft als het gaat over trefwoordanalyse. Waar ik dan op moet klikken is hier meer opties. U ziet op dat moment een nieuwe navigatie opengaan en dan klikt u op meest recent. Als u daarop klikt, ziet u alle resultaten van vandaag. Dus de meest resultaten van vandaag. U ziet het ook staan, 17 mei. Nou, het is vandaag inderdaad 17 mei. Dus op deze manier kunt u bijvoorbeeld zoeken op trends of op dingen die op dat moment spelen. Stel voor dat u wil zoeken op bijvoorbeeld de dood van een zanger die op dat moment dood is gegaan of een nieuwsgebeurtenis op tv. Voert u hier uw trefwoord in, bijvoorbeeld aswolk. En in dit geval ziet u alle informatie van vandaag over de asvolk. U ziet het inderdaad ook staan, 1 minuut geleden. U ziet nu 17 mei. Als ik hierop aanklik, ziet u uiteindelijk het nieuwsbericht zelf. Zo eenvoudig is het. Dit allemaal in navolging van de social media sites zoals Twitter en Facebook. Om real-time het nieuws te laten zien. Zonder dat u berichten ziet van misschien jaren geleden. Tot zover deze korte instructie hoe u makkelijker kunt zoeken met Google. Ik hoop dat u dit informatief vond. Mocht u nog meer vragen hebben, kunt u altijd mailen naar info@imagetoday.com. Bedankt voor het kijken.